Goedemorgen allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is een lekkere vrijdag, weer weekend. So, ik ben zo excited voor mijn weekend, waarom zondag ga ik weer buiten te staan. En ik ga jullie ook meenemen. Zo, vandaag, het is nu 6:15, ik ga 3 taarten decoreren. Zo, eenmaal ik bezig ben met 3 taarten wil ik jullie gelijk wijzen wat de formaten zijn. Zo, ik heb hier een A4 taart. Ik bedoel een A4 cake. Hier een A3. Een A3 en een A4 verschilt aan mijn bij 5 centimeter, guys. Okay. 5 centimeter. 5 centimeter verschilt het. Want ik ben bij 2 klanten al gaan leveren. De ene klant kan me zeggen, nee, A3 is groter. De andere klant van de stad zei, nee, ik ken het niet zo. A3 is groter. Ik heb toen gezegd, luister, ik ga niet in discussie met jou. Sinds ik taart heb gebakken, 2016... In 2015 heb ik van Harrietjen zelf geleerd dat dit A4 is formaat en dan volgt A3 formaat. Zo. En de derde taart gaat zijn 9-inch. 9-inch taart. Je hebt 8-inch, je hebt 4-inch, 5-inch, 6-inch. 7 inch en dit is 8 inch. Maar bij de foilbakformaten, hoe hoger de cijfers gaat, hoe kleiner de bakblik is om contact. Zo, geen nood. Ik ga nu even de slagroom kloppen en dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ja, hartstikke. Ja, ik wil jullie ook laten zien dat ik ook de taart aan de leggers gebruik. Ik gebruik meestal deze vierkanten. Je hebt ook ronde. Maar ik vind de vierkanten steviger omdat hij de hele oppervlakte van de taartdoos beschermt. En wanneer de taartdoos slap wordt in de ijskast of in de vriezer, dan houdt dit die onderlegger hem goed vast. Oké. Ik ga bij. Oei! My god. Ik begin met de A3 taart. Ik gebruik altijd een. Een bakpapier. Omdat het makkelijk is om schoon te maken. En hij bakt goed in de bakblik. En voordat ik hem op de andere legger zet. En ik ga ook rustig maken. Het is een beetje extra uitgave om de bakpapier aan te schaffen. Maar het is goed als je executeert. Een beetje extra werk, maar is er eenmaal. Kaars in elkaar zetten, zodat het niet rommelig wordt. Wat voor planningen hebben jullie dit weekend? Want ik ga weer met andere families uit. Ik moet mezelf verdelen, mensen. Mijn familie is groot. Dus ik kan niet in één met alle families uitgaan. Dus ja, ik heb familie Jotarun, ik heb familie Singo, ik heb familie Ranusetiko, ik heb familie Moedazenier Kario, ik heb familie Amatengram, Sofuru. Ik moet mezelf verdelen. Oké, hier heb ik hem al, die A3 taart, op een 35x35. Onderlegger. Ik ga ze even aan de kant zetten. En dan ga ik de A4 weghalen. De A4
vier blik. Ja mensen, dit is mijn werk eenmaal. Het is niet mijn hobby. Ik heb het als een werk genomen. Ja, omdat ik geld eruit verdien. Hier heb je de A4. Kijk op een 30x30 onderlegger. Hiervoor, tja. En dan heb ik hier de 9-inch. Oh boy. Deze moet een 8-inch voorstellen. De klant heeft een 8-inch besteld. Maar omdat ze een trouwe klant is, ze bestelt niet elke keer dat ze een trouwe klant is. Dan verras ik dan met een 1-inch groot resultaat. Oké. Ik kan niet zo werken als het rommelig is. Kijk, dit is een Wilton schep, scheptool, taarttool. Sommige mensen weten niet hoe ze het moeten gebruiken. Is om je taart, je cake op te scheppen wanneer je in twee delen maakt. Ik maak ook mijn onderlegger schoon met deze taartschepper. Ik weet niet hoe het precies heet door mensen. Ik leg jullie uit hoe ik ermee te werk ga. Oké. En dan hier is wat vuil. En nu ga ik echt die slagroom maken. Ja, ik ga alvast beginnen met 8-inch bedekken. Ik ga alle taarten formaten bedekken en dan ga ik ze afwerken. En dan heb ik een storytime. Deze storytime is spannend. Ik heb laatst en vorig jaar 2 mensen Facebook friends geholpen. Laat me zeggen 3 geholpen, maar 2 heb ik weggehaald van mijn Facebook. Waarom? Omdat ze puur gierig met me zijn geweest. Ze hebben me hulp nodig, ze hadden me hulp nodig. Dwingerig bezig zijn, hoe maak je dit, hoe maak je dat? En ik dacht van oké. Eentje is aangetrouwde en eentje is gewoon een lieve FB-vriend. En dan wil je gierig doen met mij. Je hebt dit eens betaald voor je taartcursus of wat je hebt gevraagd. Ik heb gewoon met alle liefde aan je gegeven. En omdat ik je heb gevraagd voor een taartje als cadeau, dan heb je me gewoon letterlijk bewezen dat je niet voor me hebt gemaakt. Wel, dan ben ik ook klaar met je. Ik ben niet gierig met je geweest om het recept te delen. Dus eigenlijk moet je me kunnen overwinnen om door wat details te winnen voor jezelf. Dan heb ik ze weggehaald uit mijn Facebook. Op mijn WhatsApp ook. Ik heb ze gewoon niet nodig. Ik wil ze gewoon niet zien. Because you use me. Ik mag niet zo zijn. Maar I don't waste my time voor deze soort
soort mensen. Want dan ben je puur, puur alleen voor dat naar me toe gekomen. En je was zo, en die persoon was zo dwingerig. Ja, hoe, gaat u me leren, tante? Gaat u me leren, tante? Hoe laat? Bla, bla, bla. Ik zeg van, oké, wacht even. En ik heb je een taartje gevraagd op mijn 40ste verjaardag. En je reject me. Dan je me een heleboel uitleggen. Terwijl je mij nodig had. Om al die taartjes van je voor verjaardag of weet ik veel. Mag niet uit van mij. Maar je reject me. Dan heb ik zulke vrienden niet nodig gehad. Ik kan het zelf leuk maken. Ik heb geen andere Facebook vrienden nodig om voor likes of voor comment of zo. Ik heb alles met liefde gedaan. En dat was mijn storytime. Ik heb ze gewoon weer verwijderd van mijn vriendenlijst en van mijn WhatsApp. I don't care. Dus ja. Zo gevoelig kan ik ook zijn. Ik ben hier erg gevoelig. Ik ben lief. Heel erg lief ook. Heel erg lief ook. Maar als je gierig met me bent, dan I don't give. Sorry hoor. Gelukkig heb ik het niet geuit. En dat is Franksin. Ik ben heel erg grappig. Ik ben lief. Vele mensen weten dat ik een lieve dame ben, een lieve meid ben, een grappige meid ben. Maar dat er niet was aan, ik had niet. Ik dank er niet. Daar ga je de real Simone leren kennen. Oeps. Ai. Bedekken. De cake kan zo akelig eruit zien wanneer het uit de oven komt of wanneer het begint te zakken. Maar wanneer je hem goed bedekt, you are a winner. Ik heb geen les gevallen voor mensen. Het is gewoon, ik heb een gave gewoon. Alright, en nu ga ik naar taart nummer 2, A4. Ik snijd mijn cakes gewoon met mijn vrije hand door mensen, omdat ik misschien wat al ervaring al heb, maar ik heb geen tijd voor die cake cutter en zo. En voor exekoekoe is het gevoelig. Ik heb mijn eigen churi. A4. Ik heb bedekken met sham. Heerlijke sham. Deze klant die die A4 taart heeft besteld, boy. Volgens mij is ze een van die winnaars die de hele jaar door taart bestelt. Een van de beste seller. Yep. Dit wordt weer een TikTok taart.
voor mensen die afleer. TikTok is zo in. Ik hou van die thema hoor, TikTok. Ik heb zelf geen TikTok, maar mijn app Ting. Ik heb Facebook, ik heb YouTube. My god, mijn werk. Ik weet niet. Veel mensen hebben me gezegd. Doe ook TikTok nou. Ik zei, boy, hoe moet ik mezelf gaan delen nu? Mijn man klaagt al van dat ik geen tijd voor hem heb. Dus ik kijk nog. Dit is het werk, mensen. Geduld. Echt geduld. Super geduld. De taart maken kan je niet met haast doen. Straks weer hoor. Ja, ik heb de A4 bedekt. En daar. Cake nummer 3. Dit is de A3 taf. Dit mes, als jullie me straks vragen gaan stellen waar ik dit mes heb gekocht. Ik had het online gekocht bij Scanna. Scanna online shop. Zij had het mes gezet voor me besteld. Dat was heel vroeger, boy, ik was pas verhuisd hier in mijn huis. Was het 205 SRD. Dat was, boy, 10 jaar geleden. Is het nog goed als ik het heb? Oké, ik ga dit in. 10 jaar geleden. Andere sham halen. Ik heb sham bedek. Plooi. Ik heb zoveel berichtjes gehad op mijn messenger. Om te zeggen van waarom is je slagroom zo goed stevig. Ik gebruik een goede versteviger. Vandaar. En je moet als je slagroom klopt, moet je niet links, rechts, links, boven of beneden. Je moet constant naar de slagroom kijken, naar het beslag kijken. Naar de room kijken, want dat je begint last aan ei, dan precies zo wordt de room niet meer goed. Slagroom is gevoelig, mensen. En hoe dat. Zo, slagroom is op. Ik ga weer klappen. Ik ga weer mixen. Kom zo weer, ja. Zo, ik heb de A3. Ik heb al bedekt.
die vergeet die voel van die AAA camera bakken. En nu ga ik hem afwerken. En ja, deze taart is afgewerkt. En dan ga ik straks bloemetjes spuiten. En straks weer. Ja, kijk guys. Dit is de 8 inch geworden. 47 jaar en 17 jaar getrouwd. Fantastisch. Met blauw rozet. Ja, dit is de A4 taart geworden. A4 TikTok. En hier is het resultaat van de A3 taart geworden. Ja, vanille, een beetje roze ertussen. Ja. Ik heb wat royal icing bloemen ertussen gezet. Die is eetbaar. Ja, en dit is een A3 taart. Dankjewel.